Hoi, ik ben Dylan. Hey, ik ben Manon. Ik ben Ferdinand. Ik ben Seema. Ik ben Daniel. Hoi, mijn naam is Bente en we zijn alweer aan het einde van 2021 gekomen. In 2021 hebben we heel veel vette producten zien langskomen in Vetste Producten. En speciaal voor jullie hebben we de allervetste producten op een rijtje gezet. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier. Oké, zal ik even vertellen wat je voor apparaat om je benen hebt? Graag. Als je keihard hebt gesport en je benen zijn vol met spierpijn en melkzuur. Waarom doe ik dit? Ja, weet ik ook niet. Als je dat hebt gedaan, dan kunnen je benen soms gewoon een soort van reboot even gebruiken. Ja. Om sneller te herstellen en dat je dan weer alles soepel laat verlopen en dat alles soepel werkt. Ik voel me nu nog niet zo heel erg. Nee, dat dacht ik al. Maar we gaan hem gewoon aanzetten. Je hebt vier soorten programma's. En ik dacht, ik pak gewoon de meest intensieve, want dan weten mensen gewoon hoe het eruit ziet. De meest intensieve? Ja, de meest intensieve. Wil je beginnen, rustig beginnen of zo? Ik zal met het meest intensieve programma beginnen, maar niet met de meest intensieve druk. Het is gaat ook, zo uit, toch? Het is ook precies wat ze... Ja, hij gaat bijna uit. Het is ook... Het wordt ook aangegeven dat je met een mindere stand moet beginnen. Snap ik. Dus hier ga je aan wennen, als je echt? Dat wilt. Ja, ja, ja. Sorry, Jerry. Ik snap wel dat dit fijn is. Ja. Dan kan het dus zijn dat je dit programma wil gebruiken, maar bijvoorbeeld één plek, nou bij jou was het dus kamer 6, wat vervelender vond. Ja. En die kan je dus ook nog uitzetten per kamer. Dus je hebt net die derde, daar heb ik een beetje last of zo, die voelt een beetje gek. Dan zet je die uit en slaat die over. Slim. Dus je kan per gebied in je benen het nog aanpassen. Zo, benen zijn echt gewoon warm. Zo voelt het. Het is waarschijnlijk niet zo, maar... Nou, hij wordt nu warm, dat de bloed weer terug staat. Dus die doorbloeding niet voor. Daar is hem. Nice. Ja, cool, ik snap het wel. Voel je hoe het werkt? Ja, dat. Ik kan eerlijk zijn, ik zal niet claimen te weten hoe het is om heel zwaar te sporten en dan dit te gebruiken. Maar ik snap wel dat dit werkt, want ik voel wel... Ja, ik kan het ook... Ja, ik weet niet hoe het heet. Nee, ja, je moet het een soort van ervaren. Ja. Het is moeilijk uit te leggen. Ja, ja. Ik snap de reboot wel. Ja, dan gaan we, joh. Oh, de noise cancelling staat aan. Staat gelijk aan. Ja, als je het goed is, hoor je heel weinig. Ja. Ja. Toch wel benieuwd wat je ervan vindt. Ik ben ook benieuwd. Die film blijft gewoon daar. Als ik draai, dan komt het geluid in één keer daar vandaan. Het is alsof ik gewoon daadwerkelijk naar tv aan het kijken ben. Bizar, hè? Het is wel echt heel kicken dit. Ja. Dit is echt heel kicken. Ja, en dat komt dus echt door die gyroscoop die erin zit. Weet je, die weet dus gewoon waar je naartoe kijkt, komt het geluid van rechts. Ja. Als je kijkt naar rechts, dan komt het opeens van voren. Ja. Ik heb oordopjes gehad, die hebben deze functie ook. Ik heb het nooit geprobeerd, maar nu ik het voor het eerst hoor, ik vind het wel echt heel kicken. Ja. Dit is wel echt heel tof. Ja, nou ja, en je ziet ook gelijk dat de film gaat gelijk op pauze. Oh, dus je mist ook niks van film. Je doet ze af, er zit een sensor in, je doet ze af. Gaat gelijk op pauze en dan, dat is gewoon top. Ik heb dus ik zei het al, Pivo Pod. Het is eigenlijk een statiefje die kan draaien voor je telefoon. Eigenlijk verandert hij gewoon je telefoon in je persoonlijke cameraman. Ik bedoel, wij hebben een ras hier staan, ja. Maar die heb je helemaal niet nodig. Ik zet hem even iets hoger, dan zijn we tenminste in beeld. Oh ja. Zal ik hem meteen even recorden, kan je zien hoe het eruit ziet. Maar wat hij doet is... Hij beweegt? Ja, hij beweegt omdat hij mij kan tracken en kan volgen zo, dit is waar vet. Ik blijf. Ik zal hem even op jou zetten, dan kan je ook zien hoe dat werkt. En, dit best wel dope. Ja, het zit dus, zeg maar, de software zit niet in dat statief zelf, maar je gebruikt de app. Je kan die app dan gebruiken om te koppelen. En hij gebruikt dan de telefooncamera om jou te zien en te tracken. Dit is tof. Ja, en we filmen eigenlijk in portrait mode nu, want alle video's zijn op televisie. Ja. YouTube staat natuurlijk allemaal in landscape. Maar je gebruikt deze eigenlijk vooral voor, of daar is hij op gericht, mensen die graag TikTok, Instagram, de stories maken. YouTube stories kan je er misschien ook voor gebruiken. En het leuke is... Je kan vind nu het al leuk? Ja. Je kan dit gebruiken, je kan filmen op deze manier. Maar hij heeft heel veel leuke soort van special effects om je TikTok video of je Instagram video nog iets meer magic te geven dan gewoon maar praten en volgen. Ja. Kijk nou, joh. En dat is een functie. Moet je, als je ver weg, loop eens even een stukje verder weg. Hij moet je wel blijven zien natuurlijk. Draai even om, anders heeft hij niet. Ja. Maar als hij ver weg blijft staan, dan zoomt hij uit richting je... Dit is richting je gezicht. Ja. Dit is echt heel leuk.
En dat doet hij om gewoon zeg maar je gezicht in dezelfde grootte te houden in beeld. Ja, je staat nu wel redelijk afstand, maar hij blijft je gewoon. Dus de software die erin zit, dit is echt heel leuk. Is best wel goed. Dit is echt heel tof. De Terrace. Ja, de Terrace van Samsung. De buitentelevisie die je dus gewoon in je tuin kan ophangen. In je tuin, gewoon overal in je tuin. In je tuin, op balkon. Ook gewoon ergens waar geen overdekking is, want ik bedoel, we wonen gewoon in Nederland, hè? Met regen en al dat soort dingen. Ik weet het, ja. En toch kan je hem gewoon buiten ophangen. Je hoeft hem niet steeds naar binnen te halen en weer naar buiten op te hangen. Hij kan gewoon blijven hangen, want hij is namelijk IP55 gecertificeerd. Dat betekent dat hij en waterdicht is en stofdicht. Dus gaat het nou sneeuwen, gaat het nou regenen of komt er een stofwolk of aarde, kan die allemaal tegen. Wauw. We wonen wel in Nederland. We hebben laatst een dikke sneeuwstormen gehad. Er lag zo'n laag sneeuw in mijn tuin. Ja, kan die tegen? Kan die ook nog tegen, ja. En dus, hoe koud het ook is, de sneeuw, hij kan tot met min 31 graden kan die het tegen. En hoe warm mag het worden? Als de zon erop gaat staan, wordt het natuurlijk behoorlijk warm, maar hij kan tot 51 graden. Zo, dat is best een goede race. Min 31 tot 50. Ja. Nou, daar is hij allemaal voor tegen gebouwd. Wat heb je bij je? Ik heb eigenlijk niet zo vets meegenomen. Of het is de bedoeling dat het minder vet is. Een airfryer. Aha, een airfryer XL Connected. Ik hoorde hem. Goeie. Ja, nice. Zelfde sfeertje, grappen hier zo. Ja, leuk hè. Maar dit is dus de airfryer XL Connected. Dus hij is bijzonder omdat hij smart is. Hij is namelijk te bedienen met een app. Dus hoe relaxed. Het is nu, het EK is volop bezig. Zit je vol in die wedstrijd, spanning, heb je geen zin om naar de keuken te lopen om hapjes te maken. Dat iedereen doet alsof er gescoord wordt. Weet je wel. Zo grappig. Ja, heel grappig. Maar je wilt ook niet die wedstrijd missen. Dus hoe relaxed kun je van tevoren gooien vast de snacks erin. Ga je die wedstrijd kijken of iets anders, wat je ook wil doen. En dan kun je hem vanaf je telefoon aanzetten zodra je zin krijgt in die hapjes. Dan gaat hij aan en dan krijg je een melding als hij klaar is. En dan kun je alleen je hapjes even snel halen. Nou, dit is mijn product. En het staat al op de zijkant. Hij heet de Perfect Care 9000. En dan ga ik jou als eerste de vraag stellen. Niet jou. Jou. Wat valt je nou op? Hij heeft geen knopjes. Hij heeft inderdaad geen knopjes. En je hoorde net al als ik hem aanraakte. Hij doet alles helemaal automatisch. En dat doet hij op een aantal manieren. Want het is echt, ik durf het bijna niet te zeggen. Want dit ga ik nog jaren horen. Maar dit strijkijzer is echt heel erg vet. En dat komt namelijk ten eerste omdat hij hier aan de voorkant een camera heeft zitten. Wat? Ja, een camera. Echt gewoon een camera. En dat is, en daarom zei ik het van tevoren al, weefseldetectietechnologie. Oh ja. Wat is het precies? Je zet hem ergens op en dan gaat hij gewoon kijken, wat is dit? En vervolgens past hij zichzelf dus helemaal aan in temperatuur en in stoom en alles wat hij nodig heeft om jouw was dus perfect te kunnen strijken. Nou, laten we beginnen bij de kookplaat. Hij is van Makus en ik ben als eerste natuurlijk even benieuwd, wat vind je ervan? Ja, ik wil deze. Hij is echt super mooi. Ja, hè? Ja, echt heel tof. Ja, nou het tof is dus, Makus maakt kookplaten met een heel vet design en daarom zit hij ook in vetste producten. Je inductiekookplaat is normaal gesproken echt zo'n saai zwart blok in je keuken. Ja. Op zich niet lelijk, maar ook niet mooi per se. En Makus die maakt dus verschillende designs. Hier hebben we de honinggraat kookplaat en er is ook een marble. Dus een marmeren versie, die heb ik hier. Dus zo wordt je kookplaat eigenlijk echt meer een onderdeel van je interieur. Ja. Echt een designvoorwerp eigenlijk en niet meer zo saai in je keuken. Dus ik vind dit echt super vet. Ik zou dat heel graag in mijn eigen keuken willen. Nou, misschien kunnen we het even vragen of dat dat zou fijn zijn. Hi, hoi. Mensen. Hi. Ja, ik heb toch voor dit speciale gevalletje een verse kopie van FIFA 22 meegenomen. Ik heb ook een prachtige PlayStation 5. Nou, ik zal de grap niet maken, maar het is overal uitverkocht. Maar het is wel een PlayStation 5 die ik natuurlijk heb meegenomen, want we gaan in optima forma gaan we FIFA 22 spelen. Oké, nu jij weer. Ja, daar ga je. En naar die goal. En naar die goal, precies. Nou, nu wil ik het van je zien. Keeper staat in zijn goal. Ik ging nog naar links met die keeper. Dit was het alweer voor 2021. In 2022 zijn we natuurlijk terug met vetste producten. Voor nu wens ik jullie alvast een heel erg gelukkig nieuwjaar. En ik zie jullie graag in 2022. Doei! Thanks voor het kijken. Later. Bye. Later. Doei. Doeg. Doei.